Vandaag ga ik rijden met een voertuig dat je normaal niet op straat ziet. Cameraman, wil je even uitzoomen? Ik ga vandaag rijden met een kart op de openbare weg. Ik hoor je denken, een kart op de openbare weg, dat mag toch helemaal niet? Nee, in principe mag dat ook niet. Je mag niet zomaar een kart van de kartbaan aftrekken en ermee op de openbare weg rijden. Maar deze kart is anders. Deze kart heeft een L7E-kenteken. Dat is hetzelfde als een quad en een trike. En bijvoorbeeld de microcars die we eerder al reden bij Autovisie. Deze kart die beschikt dan ook over spiegels en knipperlichten. Hij heeft zelfs een gordel en als je die gordel draagt, hoef je zelfs geen helm op. En dat terwijl je met deze op de snelweg mag. Zou ik niet doen, want hij heeft een topsnelheid van ongeveer 70, 80 km per uur. En is natuurlijk gevaarlijk, wij gaan hem daarom ook met helm rijden. Maar het laat wel zien hoe gek die L7E-klasse eigenlijk kan zijn. Er zijn niet veel karts die een kenteken krijgen. Deze is dan ook geproduceerd als kart die uiteindelijk de openbare weg op mag. In Tokio rijden ze bijvoorbeeld door de stad met deze dingen als stadstoer. Kreidler, de Duitse motorfabrikant, die heeft in 2004 die kart van SMC, een Taiwanese fabrikant, en die heeft hem TÜV gekeurd gekregen. Dus hij is ook zo met knipperlichten en spiegels uit de fabriek bij Kreidler gekomen. En als je eenmaal ergens een Europees kenteken hebt, dan kan je makkelijk een Nederlands kenteken krijgen. En dat is bij dit exemplaar is ook gebeurd. Sterker nog, deze is origineel in Nederland geleverd. Je kunt niet met iedere kart zomaar wegrijden natuurlijk. Het is ook best lastig om een normale kart goedgekeurd te krijgen voor die L7E-eisen. Waarom? Nou, die eisenlijst die vergt meer dan alleen spiegels en knipperlichten. Het is echt een hele waslijst. En wil je met een kart op de openbare weg rijden, dan kom je in praktijk eigenlijk altijd bij deze F-kart uit. Dat F, dat staat voor Fahrzeug. Duits voor voertuig en dat betekent dus dat je hier wel mee de openbare weg op mag. Ja, het motortje is dus van het Taiwanese SMC. Deze is een 1-cilinder met 100 cc. Je hebt ook een 4-takt, dit is een 2-takt. Die 4-takt is 170 cc. Deze levert ongeveer 14 pk, maar ja, op 136 kilo is dat nog best wat. Van deze kart staan er totaal 36 in Nederland op kenteken, dus dat is nog best een aantal. Ja, genoeg gepraat. Laten we nou maar eens kijken wat de echte voor- en nadelen van zo'n kart zijn. Ja, ik leef zowel nadelen als voordelen aan zo'n kart rijden op de openbare weg. Laten we maar even beginnen met die voordelen. Want voordeel 1 is wel dat het niet zo duur is. Verzekering en wegenbelasting kosten niet zoveel. En zo'n kart kun je dus voor relatief weinig geld rijden. Verzekeren kan nog wel een dingetje zijn, want niet elke verzekeraar wil zo'n L7E-kart verzekeren. Begrijpelijk ook wel. Dus bij sommige verzekeraars moet je of heel veel gaan betalen. Maar er zijn dus ook verzekeraars waar het best betaalbaar kan. Het tweede voordeel is dan ook dat de benzine niet zo duur is. Zo'n kart verbruikt helemaal niet zo heel veel. En daar werd ik even over het hoofd gezien door een auto. Dat zie je wel vaker bij die kart. Blijf opletten, het is echt gevaarlijk. Je moet heel defensief rijden. Maar goed, waar waren we? Het voordeel 2 is dan dat je niet heel veel geld in benzine hoeft te steken. Deze 2-takt moet je weliswaar mengsmering tanken en verbruikt iets meer dan die 4-takt. Maar het verbruikt natuurlijk niet heel veel voor een voertuig waar je zoveel lol in kan hebben.
Ja, het voordeel natuurlijk wel zo'n kart is, hij past in elk klein plekje. Alleen moet je wel hopen dat de rest van de auto's natuurlijk jou wel ziet staan voordat ze je compleet plat rijden. Ik ga even boodschappen doen. Zo. Dat is boodschappen doen is dan toch niet zo handig met een kart. Bezorgen dan maar. Ja, nog een groot voordeel van die kart is dat die snel weg is. Dus je bent als eerste weg bij het stoplicht. En voordeel 5 is natuurlijk stuurplezier. Hoe je met deze kart op de snelweg mag, ja, moet je dat natuurlijk niet willen. Maar op binnendoorweggetjes zoals hier in het Brabantse platteland, dan kun je toch heel veel plezier hebben tot die 70 km per uur. Het is echt een ontzettend leuk spelending. Je moet wel goed blijven opletten hoor, want ja, het kan best wel gevaarlijk zijn natuurlijk zo'n kart. En auto's zie je heel snel over het hoofd. Om dit Spartaans te noemen is een understatement. Je hebt regen in je gezicht. Je zit tussen de wielen die langs je gieren. Het stuur is gewoon een stalen stang. De demping, dat zijn je eigen ruggenwervels. Ja, hoewel ik spiegels heb, zie ik eigenlijk vrij weinig in de spiegels. Je moet vooral zelf goed om je heen blijven kijken. Richtingaanwijzer zit hier zo op het stuur, net zoals bij een scooter. Ja, dan komt er weer zo'n bochtje. Ja, omdat je geen differentieel hebt, is het nog best lastig om de kart dwars te krijgen. Ook als je bijvoorbeeld geen grip hebt op een grindpad of in het gras met dit natte weer, ja, dan kom je gewoon niet vooruit. En als die wielen doorspinnen, nou, je ziet het al een beetje aan me, dan zit je helemaal onder de modder. Maar dat is gewoon deel van die rijervaring. Mensen lichten naar me. Het is, ze denken dit mag niet, ja, maar dit is toch echt toegestaan. Ja, en ik heb 4 trommelremmen rondom. En ja, omdat het gewicht van die wagen zo laag is, met mij erbij nog minder dan 150 kilo, heb je eigenlijk helemaal niet meer nodig. Die kart staat binnen no time stil, wat wel snel gebeurt. Je hebt natuurlijk geen ABS, dus de wielen blokkeren. Maar ja, dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. En de kunst is natuurlijk om net zoals op die kartbaan in te sturen, niet uit te breken en vroeg om het gas die bocht door te gaan. Om zo snel mogelijk je rondetijden op het Brabantse platteland te verbeteren. Wel remmen voor vlugge heuveltjes, die zijn echt niet fijn. Maar wat plezier hebben we, ja, toch relatief weinig geld. Bij het omdraaien kan je wel wat hulp van doorspinnende wielen gebruiken. Ondanks dat je dat wat modder oplevert. Maar de stuuruitslag is zo klein dat de draaicirkel super groot is. En dat is natuurlijk helemaal niet praktisch. Maar ja, wat maakt het eigenlijk ook uit? Wie koopt er nou zo'n kart om praktische redenen? Ja, hoe leuk die rijervaring dan ook is, er kleven ook echt wel nadelen aan zo'n kart. Want ja, soms is het echt doodeng als je tussen de vrachtwagens rijdt of auto's je over het hoofd zien zoals net. Het is soms echt geen pretje. En je moet dan ook continu heel erg goed opletten dat de mensen je zien. Een ander nadeel is natuurlijk dat je een helm op moet. Alhoewel, je hoeft geen helm op volgens de wet. Volgens de wet hoef je alleen maar of een gordel of een helm te hebben op een L7E. Maar ik raad je toch sterk aan om wel een helm te dragen. Want je bent echt ongelooflijk kwetsbaar. En deze kart heeft dan geen vlaggetje erop zitten die omhoog gaat als bij een kinderfiets. Maar dat zou het wel een stuk veiliger maken, want anders zien vrachtwagens je gewoon niet. Het is dus een leuk spelen ding, maar er zit wel echt een serieuze kant aan. Ja, natuurlijk is het in de regen geen pretje. Je hebt geen dak boven je hoofd. Ik zit compleet onder de modder. Dus, ja, woon-werkverkeer, dat is
eigenlijk niet te doen met dit ding. En dat moet je ook helemaal niet willen. Je wordt klets en kletsnat. Ja, en nog een nadeel. Het geluid. Het is natuurlijk niet echt een mooi geluid van tweetak. Maar het draagt wel bij aan de sensatie. Wat een krankzinnig ding is dit. Ja, zo'n dag om een kart rijden. Je voelt je eigenlijk een beetje je eigen Bentley boy uit de jaren 20. Die jongens reden namelijk ook met hun circuitauto naar het circuit toe over de openbare weg. En dat kan je met deze kart dus ook doen. Eigenlijk hoort hij natuurlijk thuis op een kartbaan. Maar je mag ermee op de openbare weg. En dat is leuk. En moeten we dit dan vergelijken met andere L7E voertuigen? Een Microlino? Nee, nee. Die zijn veel veiliger en slimmere keuzes. Zit een dak boven. Maar ondanks dat dit minder veilig is, is het wel veel leuker.